Welkom bij Russell's Running Channel. Vandaag gaan wij naar Mont Saint-Michel. Volgens velen moet dit het mooiste culturele stukje erfgoed zijn van de hele wereld. Nou, ik ben zeer benieuwd hoe het eruit ziet. Wij gaan die kant oprennen en ik hoop dat jullie net zoveel kunnen genieten als ik dat kan. Tot daar!
Nou, we zijn nu bij het laatste dorpje aangekomen voor Mont Saint-Michel. Dit is Ardefond, Quartier de la Rive. Prachtig. Nou, en serieus, jongens, even een selfie. Dit is toch een stukje prachtig cultureel erfgoed of niet dan. Heerlijk om zo te zien. Echt, wat een prachtige aanschouwing. Ik hoop dat ik er zo snel mogelijk ben om heerlijk van deze cultuur te gaan proeven. Want het retat was heel mooi, maar dit is ook prachtig om te zien. Nou jongens, we gaan weer verder, want hoe langer ik lul, hoe langer het duurt.
Nou, het is nou toch even weer kijken waar Jampie langs moet. Het zal je nooit verbazen natuurlijk. Nou, ik denk, gezien mijn gebrekkige Frans, alle bordjes niet kon lezen. Ik denk toch dat we deze weg gewoon domweg moeten gaan volgen. We hebben er nu bijna 5 kilometer op zitten. Nou, ik denk dat het sowieso, als we in één keer goed lopen, nog een kilometertje of 2, 3 is voordat we op het eiland zelf aankomen. Maar het lijkt me toch wel dat ik hier redelijk goed zit. We gaan er gewoon keihard van uit. Allemaal windjes, hotelletje daar, La Bergerie. Ja, we gaan eens even kijken hoe het nu verder gaat. Ik zeg tot straks. So deep, the hot sunny day, all the flowers passed away, and the bees that lived, they never believed that the sun has made them weep. It's a it's a sting. Thank you.
Jongens, moet je dit zien hoe prachtig dit wel niet is. Dit is ongelooflijk. Ik vind het echt een heel mooi kasteeltje. Ik zou hem zelf wel willen overkopen. Dit is echt gigantisch mooi om te zien. Ik ben heel benieuwd of we er ook naar binnen kunnen. Dat ga ik nu zo proberen. Ik ga eens even een oversteek maken. Kijk eens. Wat een mooi gebied, jongens. Echt. Zoiets zie je toch in Nederland niet. Een kasteeltje. Kasteeltje. Een heel dorp. Dat ook een kasteel lijkt. Met een kasteel erbovenop. In zee. Ja. Ik ga proberen naar binnen te rennen. En dan een hele mooie afsluiting van te maken. Tot zo. Zo jongens, ik ben binnen.
dit is dus hoe de binnenkant van Le Mont Saint-Michel eruit ziet. Steile weggetjes weer naar boven. Barretjes, restaurantjes. Alles hebben ze hier. Prachtig. Oh, wat een genot. Ik ben wat vroeg in de ochtend gegaan. Dus ik hoop dat hier heel rap nog wat open gaat. Zodat ze mij even een lekker sigaartje en een biertje aan kunnen bieden. Voor de afsluiting. En anders sluiten we hem even af op de camping. Ik zeg tot straks, jongens. Tot straks. Nou, blijkbaar was het echt te vroeg. Ze zijn de pilsjes nog aan het uitladen. Ze zijn de sigaartjes nog in de vakken aan het stoppen. Dus we sluiten hem zo nog even af op de camping. In ieder geval, geniet nog even van dit prachtig mooie uitzicht van Le Mont Saint-Michel. Weet je wat het probleem is? Als je een enkeltje loopt van 7,5 kilometer, dat je die 7,5 kilometer ook weer terug moet lopen. En ik wou nou wel de shuttlebus in, maar ik bleek geen mondkapje bij me te hebben. T-shirt mocht niet over mijn gezicht. Dus ja, we wandelen nog steeds weer terug. Beetje jammer. Nou, we zijn weer terug op de camping. Het was een behoorlijk stukje weer teruglopen ook. Dat is het probleem als je één kant op gaat. Je moet ook altijd weer terug. Maar ja, het is lekker weer hier in Frankrijk, dus het maakt niet uit. Het was een prachtige beleving. Mont Saint-Michel is echt een van de mooiste dingen alweer die ik gezien heb. Ik moet zeggen dat Etretat ook heel mooi was, maar dit was ook, dit was fenomenaal. We gaan de volgende run gaan we doen in Bordeaux. En we gaan eens even kijken wat daar allemaal is en wat voor mooie dingen daar allemaal te zien zijn. Dus ik zeg tot de volgende run, tot de volgende keer. En wij genieten nog even heerlijk van de camping hier. Tot ziens.